Gesprek over werken in het onderwijs in de gemeente Schagen Dit is Voor de Klas met vandaag. Annemarie Vriesekok uit Schagen. Ze is schooldirecteur van Rooms-katholieke basisschool De Vogelwijd in Schagen. Annemarie, welkom. Dankjewel. Vind je het spannend? Ja, uh, nou, een beetje. Nog nooit gedaan, dus ik ben heel benieuwd. Uh, ja. Um, ja, je bent nu natuurlijk schooldirecteur, maar ooit is je loopbaan in het onderwijs natuurlijk begonnen bij de keuze om voor dit vak te kiezen. Kun je je dat moment nog herinneren? Uh, ja, dat kan ik. Um, ik zat op de HAVO en ik had eigenlijk geen idee wat ik wilde. En ik heb nog getwijfeld om naar het VWO te gaan, want advocaat worden leek me ook wel leuk. En toen zei mijn tante eigenlijk tegen me: joh, je bent zo leuk met kinderen. Ik zou met kinderen gaan werken als ik jou was. En toen dacht ik. Oh, Oké, okay. dus toen ben ik nog naar een uh, open dag geweest. Ben heel laat aangemeld, volgens mij nog in de zomervakantie. Dus toen, ja, toen ben ik gestart met de Pabo. Het was geen roeping voor me. Het nee, klinkt uh, redelijk spontaan. Ja. ja, ik weet wel, toen ik in, de, uh, in het eerste jaar zat, de eerste week, dan gingen ze vertellen waarom ze dan voor het onderwijs kiezen. En dan had ik dus klasgenoten en die waren vier en gingen naar de kleuterschool. En die wisten dan, ja, ik word juf. Ja, nou, dat heb ik nooit gehad. Nee, 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 maar. Ja, dan is het eigenlijk ook nog spannend hoe het uitpakt. Ja, nou, stage lopen heb ik altijd fantastisch gevonden. Ik, ik vond de pabo niet altijd even leuk of even spannend. Maar gewoon het werk zelf, dat was wel... Uh... Heb je uh, tijdens uh, je studie dan ook wel eens getwijfeld? Van moet ik hier wel mee doorgaan? Nee, nee want ik vond echt stage lopen heel leuk. En doe je dat meteen het eerste jaar al? Ja. Oké, okay. ja. Ja. dus dat hield het ook leuk? Ja, absoluut. Ja. En waar liep je stage? Ja, is, ja, overal. Ik heb een schaagestage gelopen in Wieringenwerf, uh, in Anneplona. Gewoon waar het plekje was, daar ging je heen. Met de bus naar Wieringenwerf. Nou, dat, dat was niet grappig hoor. Maar <laughs> je kwam er wel. Nee, was je lang onderweg? Ja, ja. ja. een keer de bus gemist. Nou, dan moest mijn moeder weer komen halen. Ja. Met zo'n strippenkaart in je hand. Ja. Ja, ja. En zo'n oude gele bus. En die stonk en zo. Ja. Oh ja, ja. Avontuur. Ja. 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 Maar goed, dat, dat beviel dus wel. Dus je had wel zoiets van, uh, ik, ik zit hier wel op mijn plek. Ja, maar ik ben wel altijd eigenlijk geweest, uh, toen ik ook ging werken, dat ik altijd wel ben blijven ja, leren. Nieuwe dingetjes. En dat, dat begin je natuurlijk met kleine cursusjes om het gewoon in de klas ja, beter en goed te doen voor de kinderen. En dan op een gegeven moment dat ik dacht: van, nou, of nee, eigenlijk zelf niet eens, dat iemand tegen me zei: van joh, interne begeleider zou ook wel wat voor jou zijn. Dat ik dacht: oh ja, dat is ook wel leuk. Want ik, ik was dus steeds al dingen aan het leren om kinderen beter te kunnen helpen. Ja. In die tijd begon je nog als remedial teacher. Dus echt alleen met groepjes kinderen uh, werken. En uiteindelijk gegroeid naar de interne begeleider toe. En dat heb ik heel lang gedaan op de spoorbuurschool in Annepolona. Ja, en wat houdt dat in? Sta je dan nog voor de klas? Nee, nee. nee ik was uh, uh, ver uiteindelijk verantwoordelijk voor de middenbouw. En dan voor kinderen ja, waar zorg om is... En dat kan natuurlijk zijn, kinderen die heel makkelijk kunnen leren, maar ook kinderen die leren heel moeilijk vinden. Uh, gedrag, alles, daar echt in gespecialiseerd. En dat je leerkrachten kan ondersteunen hoe om te gaan met deze kinderen. Maar ook dat je ouders kunt helpen om ja, de goede zorg te vinden. Ja. En de Spoorbuurtschool was een hele grote school. Dus ik had nog twee collega's die hetzelfde deden. En dat was echt wel heel fijn. Want we waren met z'n drieën ja, een goed trio, zeg maar. We waren ja. goed op elkaar ingespeeld. Dus. Uh, dat, dat was echt heel leuk. Dat heb je tien jaar gedaan? Helemaal langer, denk ik. Oh, erg. Ik, ben, ik zat net te bedenken al voordat ik hier kwam, dat ik al bijna dertig jaar in het onderwijs zit. Want dan heb je al best lang niet voor de klas gestaan. Ik sta al heel lang niet meer voor de klas. Nee. Ik, nee, echt al heel lang niet meer. Ik denk dat ik een jaar of drie, vier voor de klas echt heb gestaan. En dat ik toen al richting de middle teaching ging: interne begeleider, adjunct, directeur. Zo ben ik uh, ja, nog gegroeid. Ja, steeds. Ja. Mis je dat dan nog wel eens, het voor de klas staan? Ja. ja. Het leuke is van voor de klas staan, is dat je echt een band met kinderen opbouwt. Ze komen op een bepaald niveau, op een bepaalde manier binnen. Uh, je leert ouders natuurlijk ook kennen en dan ja, met elkaar werken aan uh, ja, groei van kinderen. Dat is heel leuk. Ja. En dat heb je in mijn huidige functie veel minder. Heb je dan wel ook voor alle groepen gestaan, alle verschillende leeftijden? Ja, dat heb ik wel. Maar kleuters, ik vind kleuters echt heel leuk. Ik sta s ochtends als ik op school ben ook altijd bij de kleuters uh, buiten om mijn ouders en kinderen welkom te heten. Maar ik, de dat lesgeven aan kleuters vind ik gewoon heel ingewikkeld of zo. Dat ligt me niet helemaal. Maar vanaf <laughs> groep drie gaat het stuk beter. Maar, uh... Dus je bent heel blij met je kleuterjuffen die je hebt. Ja, ik heb fantastische kleuterjuffen. Ja, dat is vaak apart. Dat geloof ik wel. Ja. Ja. Je ziet ook vaak dat die collega's uh, ook heel lang in die groepen blijven. Alhoewel, ik nu wel twee kleuterjuffen heb die ook elders al hebben gestaan. Dus het oh is, ja. Maar het is, ja. Nou ja... Je hebt soms van die kleuterjuffrouw dat je denkt van, oh ja, die is echt, echt een echte kleuterjuf ja. Je hebt natuurlijk ook wel een paar die ook heel goed voor de drie- en vierde zouden kunnen staan. Ja. ja. Hebben jullie een leuk team? Ja. Ja, heel veel vrouwen. Mm -hmm. Dat is dan toch even, he, mannen, kom naar het onderwijs toe. Ik heb één leerkracht, fulltime gelukkig. Ja. Uh, maar ja, het is een leuk team. Ja. Enthousiast, uh, willen graag. Her Hebben, uh, ook plezier met elkaar. En uh, harde werkers. Nou fijn. Dus één meester. Ja. Reageren kinderen ook anders op een meester, denk ja. je? Ja? ja. Nou, wat je. En een meester reageert ook anders op kinderen. Kijk, dat zeg ik wel eens. Ik zeg dat tegen mijn team. Wij vrouwen zijn best leuke wezens en zo, maar we zijn heel erg vrouwen. En het is af en toe net een kiphok volgens mij bij mijn teamkamer. <laughs> en een man die heeft toch een andere ingang en die spreekt kinderen anders aan. Um, ja, ik ben zelf moeder van twee jongens ook. Ik weet dat jongens heel erg fysiek kunnen zijn en even, nou ja, stoeien. Ja. En ik kan daarnaast aan kijken van, nou, oké, okay, ik kijk het aan, maar ik laat het nog even gaan. En hij heeft dat ook. Maar soms zit een collega in oh nee, dat kan niet, het moet stoppen. Dan denk ik, ja, weet je, soms moet je ze wat ruimte geven. En mannen geven andere ruimte dan vrouwen. Ja. En als je daar, als je daar een mooie mix van hebt, dat is natuurlijk prachtig. Dus je zou wel meer meesters in je Zeker, team willen. ja. 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 Want uh, heb je ook mensen die stage lopen bij jullie? Ja. Ja. ja, we hebben veel stagiaires. Meiden ook vooral? Ja, maar nu ook weer een jongen erbij. Oké. Okay. Ja. Dus af en toe, ze zijn er af en toe. En die moet, ja, dat is heel erg, maar die moet je dan bijna koesteren. Ja, precies. Maar we hebben, ja, we hebben al het personeel gewoon hard nodig op dit moment. Ja. Was het begin dit schooljaar ook nog lastig om, uh, om weer voor elke groep uh, een uh, leerkracht te krijgen? Ik kwam, uh, de formatie kwam rond op de laatste dag van het schooljaar. Okay, ja, dus dat was best spannend. Ja, ik had een zwangerschapsverlof. En daar hadden we wel al een, uh, uh, een oplossing voor bedacht van een collega die dat zou kunnen gaan doen. Maar zij heeft eigenlijk andere taken binnen de school ook nog. En op de allerlaatste dag kwam dit rond. Maar dan ga je toch met een lekkere de schoolvakantie. Zeker. In. Ja. En ook weer een meester trouwens. En die heeft al eerder bij ons ingevallen. Het is echt een leuke, leuke gast ook. Dus dan, ja, dan ben je, ga je zeker ontspannen de vakantie. Ja. Maar ik weet ook uit ervaring dat ik dacht dat ik mijn formatie rond had. Precies. En, en, en dan, dan, dan... Uh, op de eerste maandag in de vakantie een telefoontje. Nee, ging ik toch ander werk doen? Nou, dan baal je. Ah, ja, dan baal je echt. Ja. Maar dat was dit jaar niet gebeurd. Nee, gelukkig niet. Nou, oh, fijn. Nee. Ja, de doelgroep waar je mee en voor werkt zijn natuurlijk kinderen. En uh, dat zijn uh, heel veel verschillende karaktertjes. Ja. Hoe is dat om daarmee te werken? Uh, dat is vooral heel leuk en uitdagend. Ja. Kijk, sommige kinderen dat, dat gaat makkelijk en er zijn kinderen daar moet je heel hard voor werken en dan ook vaak met ouders of met hulp. Maar goed, hè, we willen daar graag hard voor werken en als het dan lukt is ook ja dat is een heel fijn gevoel. Ja, en soms is het echt heel moeilijk en dan ben je lang zoekende om het goede te doen om, om het voor, te, voor elkaar te krijgen met kinderen. Ja. Maar lukt het eigenlijk uiteindelijk wel, meestal? Meestal wel. Ja. Maar soms heeft het wel lang echt lang tijd nodig. Ja. En is die uitdaging dan leuk, of is het dan ook echt wel lastig? Uh, ja, beide. Het, het, kijk, er zijn momenten dat het ook gewoon lastig is. Ja. En er zijn ook momenten dat je wel eens thuis nadenkt van... Jeetje, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Maar van, hoe kunnen we hier nou het goede doen? Ja. En je, je merkt er ook gewoon... Kijk, um, Soms hebben wij wel een bepaald idee van je moet een beetje links of een beetje rechts. Maar ouders moeten ook zover zijn. En ouders moet je ook de tijd gunnen om soms te wennen aan een idee dat er soms iets met een kind aan de hand is. Of dat het kind iets moeilijk vindt. Of juist heel makkelijk. Maar is, ja, de meeste ouders willen gewoon gemiddelde kinderen. Dat is fijn. Ja, maar ja. Maar dat is gewoon niet altijd zo. Nee. Ja, dat zou het wel een stuk makkelijker maken. Ja. Ja. Uh, het onderwijs, is dat nog net zo leuk als to, toen je net van de Pabo kwam? Uh, ja ja wel, ja, de maatschappij is wel anders. Het, 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 ik denk waar vroeger meer dat de, de leerkracht had altijd gelijk, dat is natuurlijk niet meer zo en dat hoeft ook helemaal niet. Um, wat ik lastig vind en dat is niet zozeer het onderwijs, maar dat toch ook wel, zoals ik zei die maatschappij verandert heel ja. erg en ik vind wel dat er soms wel hoge eisen worden gesteld al. En dan denk ik ja, en dan hoor je dat in de middel op middelbare scholen kinderen de down en depri zijn en alles. Dan denk ik wel eens, ja, weet je, zitten we, zitten we nou echt wel op, de op het goede spoor zo met z'n allen? Mm. De kinderen niet veel meer en veel langer kind zijn ja. dan meteen over en allerlei al, eisen doen. Ja, voldoen. En maar presteren en ja. ze moeten ook eigenlijk zo'n recht mogelijke lijn op hun doel af. Ja, zo werkt het gewoon niet. Nee, ja, eigenlijk is geen één kind gemiddeld toch? Nee, nee. maar dat ze worden wel zo bekeken. Ja, dus dat vind je lastig. Ja. Ook jammer. Ja, dat vind ik heel jammer. Ja. Vind je het dan ook belangrijk binnen, binnen de vogelwijd dat kinderen zo lang mogelijk wel kind kunnen blijven zijn? Ja, en dat, daar zit aan de ene kant wel, natuurlijk. En daar zit meteen een tegenstrijdigheid in. Want als school word je wel afgerekend op resultaten. Ja. Dus dat, dat, dat bijt elkaar soms heel erg. En ja, dan dat dan is een het... soort spagaat. Ja. Ja, op de school waar ik hiervoor werkte, had ik ooit een jongen met een hoog IQ. En uh, toevallig toen inspectie op school kwam, trokken ze zijn dossier uh, uit de kast. En die ging maar naar het klusjes. Hmm. Nou, daar kreeg ik voor op mijn kop dat een jongen met zo'n hoge IQ naar het klusjes ging. Die moest naar de minimaal Haven VWO gaan doen. Ja, Weet je, dat kind wil, had heel andere toekomstplannen. Hij wil hovenier worden. Of ja, wat. hij werkte. Hij had toen <coughs> al tegen kippen. En die eieren verkocht hij dan weer uh, in het dorp. Hij deed klusjes bij boeren in de, in de omgeving. Die betaalden hem uit met kippenvoer. Ja, dat is ja. toch fantastisch? Ja, hartstikke. Een ondernemer hij, in de dorp. Ja, en dan denk ik, jij, ja, die jongen die komt er ja. en wat het ook die komt er maar die wil niet in de uh, op school zitten met alleen maar in boeken ja. die wil van met zijn handen aan het werk nou, nou dan, dat, dat, dat moet je dan verdedigen waarom dat gaat zoals het gaat en eigenlijk krijg ik dan op mijn kop dat ik die ouders niet kan overtuigen van ik wil ook dat je naar het havvwo gaat ik had ze ja. ja, niet terwijl die jongen helemaal blij ja. is met uh, de keuze die hij gemaakt ja. heeft ja ja dat voelt wel een beetje verkeerd natuurlijk ja eigenlijk wel ja Um, ja, vind je het belangrijk? Ja, lijkt me wel, lijkt me een beetje een open deur, maar dat er een goede sfeer heerst op school. En wat doe heel je eraan om, uh, om dat voor elkaar te krijgen? Um, ja, het is eigenlijk heel belangrijk dat iedereen gehoord en gezien wordt. En dat geldt dan voor de kinderen, voor het team, maar ook voor de ouders. Dus je, naar ouders toe dat je toch laagdrempelig uh, hoopt te zijn. Dat als er wat is, dat ouders bij je komen. Maar ook dingen organiseren dat ouders weer in de school uh, kunnen komen om gewoon te zien wat gebeurt er allemaal gebeurt. Als team eh, toch heel belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en blijven. En dan om op inhoudelijke dingen, maar ook gewoon af en toe even, nou, praat je pot gewoon, zeg maar zo. In nou, oog blijven houden voor elkaar. Ja. Ben je daar gevoelig voor als er, als er een minder fijne sfeer heerst? Ja. Ja. Nou, ja, en we hebben het vorig jaar als team best moeilijk gehad, omdat een van onze collega's overleed. Ja, weet je, dat vraagt echt wel wat van een team dan. Ja, je wil maar. Ja. Ja, ja. ja en van een team en. Van de kinderen? Ja, Want ja, ja. Hoe, uh, hoe hebben jullie dat met hun gedeeld? Um, nou, sinds op een gegeven moment is zij ziek geworden. En we hebben steeds natuurlijk wel in klasse verteld. We hebben dan een uh, kwiep waar je berichtjes op doet naar de ouders. Nou, zo informeer je de ouders en de kinderen. Um, als team is er veel over gesproken. En op een gegeven moment kwam ze dan voorzichtig weer terug. En door corona kon ze wilde ze graag terugkomen, maar toen op een gegeven moment de periode niet, want ja, ze wilde natuurlijk geen corona erbij. Ja. Dus dan blijf je en toen op een gegeven moment was wel de oplossing zij als een vertrouwenspersoon. En toen ging ze buiten wandelen met kinderen. Nou en dan op een gegeven moment is was, uh, kwam ze kwam ze is lang afwezig geweest, kwam ze weer terug. Het was als een gek aan het reintegreren dat ik dacht, jeemmer wat heb je een haast? Maar uh, mm. ja, ze had ook wel uh, haast. Ja, ze had ook echt haast. Yeah. En uh, ja, op een gegeven moment moesten wij natuurlijk het bericht gaan vertellen. Ik moest eerst het bericht gaan vertellen dat ze ging overlijden. Kijk, dat, we wisten wel dat dat eraan zat te komen. Aflopende een zaak was. Ja. 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 En uh, dat is natuurlijk als team... al. Dat, het lastige is daar dat je als team ook emotioneel er heel erg uh, in, zwaar in zit. Ja. Het, het deed ons allemaal heel veel. En ondertussen wilden we haar het mooiste afscheid ooit geven. En de familie. En de kinderen. Je wil, je wil echt het goede doen. Dus je, je gaat in een soort overdrive. Is dat gelukt? Ja. Ja, ik... Ik weet niet of je er iets van gezien hebt, het was echt indrukwekkend. Echt heel mooi. Heeft zij dat ook zo ervaren? De, de familie dan dat, bedoel je? Ja, nou, oh, je hebt het nu over het definitieve afscheid. Ja. Ik dacht misschien het afscheid van school. Dat, haar laatste moment uh, van school. Ja, dat was eigenlijk vrij abrupt. Oh. Oké, okay, dus dat is niet nee. verder niet gevierd? Of, uh... nee. nee. Nee, want zij was natuurlijk, op een gegeven moment raakte ze weer zieker en toen. Was ze er niet meer? En ze wilde ik altijd heel graag wel komen, het kon echt niet meer. Nee, 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 nee. En uh, dus, ja, je zegt net van het was eigenlijk een heel erg mooi afscheid ja. uh, met de kinderen. Ja. Hebben jullie daar ook veel reacties op gekregen van ja. ouders en kinderen? Ja. 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 Ja, 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 ja. Was voelde voor iedereen goed. Ja. ja, ja, ja. Wat voor juf was zij? Ja, zij was, ik zeg, ik zei altijd de moeder van de familie. Ja. Ja, als je die dan mist. Ja, uh, uh, heel fijn, warm mens. Uh, ja, kon je prachtige uh, gesprekken mee voeren. Uh, en dus ook voor kinderen. Zij, ja, zij had iets dat kinderen zich heel, eigenlijk binnen een minuut op uh, hun gemak bij haar voelden en van alles met haar deelden. Uh, en zij kon ze ook echt ja, helpen. Kinderen vonden het fijn, maar een van de kinderen had ook gezegd van je, he, een stomme dag maakte zij leuk. Dus het... het ja, een fijn mens en voor ons als, als teamlid hetzelfde. Ook mooie gesprekken mee kunnen voeren, maar ook gewoon af en toe even lekker gezellig. Ja. Gewoon echt een leuk mens. Ja. Veel te jong overleden. En dus heel belangrijk voor de school. Ja. Is ze ja, lang juf geweest ook? jullie? Uh, een jaar of tien. Ze is onder, als onderwijsassistent, zeg maar. Ze is eerst moeder. Ja, ze is wel lang aan de Vogelwijd verbonden geweest, want ze is als moeder binnengekomen. En uiteindelijk is ze als onderwijsassistent aan het werk gegaan. Toen waren de kinderen al van school. Maar toen heeft ze, ja, is ze in dienst gekomen. Ja. En dat heeft ze ook nog uh, al een aantal jaren gedaan. Ja, dat was natuurlijk uh, een heel erg verdrietig moment. Ja. En een heel groot moment uh, vorig jaar. Uh, als je dan terugkijkt, is er ook een heel mooi moment geweest. Of zeg je, nou, dat is eigenlijk dan ook meteen dat afscheid geweest? Dat dat... Ja, eigenlijk. Het klinkt misschien heel raar, maar eigenlijk was dat wel een heel mooi moment met elkaar. En. Uh, zij had met haar man al besproken zeg maar, wat de rol van de school kon zijn. Uh, en wij hadden natuurlijk al, al lang aangegeven: joh, wij, wat jullie willen, dat, dat gaan wij regelen. Dat komt, uh, dat komt goed. Dus en als dat dan ook zo goed komt. Want zij wilde ook geen. Ja, dat is natuurlijk wel verdrietig. Is eigenlijk geen verdrietig afscheid, maar hè, vier het leven. Mm -hmm. en, en wees dankbaar. En hey, ik heb zulke mooie dingen mogen doen. Uh, ja, vier dat. Dus dat, daar hebben we heel erg ons best voor gedaan. Hoe hebben jullie dat gedaan? Um, nou ja, we hadden, ze zei uh, school. de school was dicht die dag. En ze is bij school gekomen, prachtige rode kist. En er was een, 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 een loopkoet, stond daar klaar. Dus ze wilde nog één keer bij school, dus de familie was daarbij. En toen was op de Menesweg, daar hadden we dus gevraagd van joh, uh, leerlingen, oud-leerlingen, wie ook wil komen, kom daar. En alle kinderen die er waren, hadden bellenblaas gekregen. En wij hoorden op de parkeerplaats al wel wat geroest moest, maar we hadden ook eigenlijk geen idee. Ja. Uh, hoe druk dat nou wel of niet zou zijn. En ik weet nog dat ik het bochtje toen om kwam gelopen. En toen. was het net nog een beetje. wat gaten zaten daarin. Dat je denkt, oké. Okay. En toen ging op een gegeven moment de bellenblaas begon. en de wind in de rug. Dus die, die, die belletjes gingen ook over ons heen. En toen stond echt naar nou, die main. Tot van de vol, maar Er stonden zoveel mensen. En dat was zo indrukwekkend. Uh, ja. Was dat. Het zonnetje nog een beetje erbij. Het was, het was gewoon echt heel indrukwekkend. Nou, en toen naar de kerk. En daar waren een aantal kinderen, want de, de hele school paste daar natuurlijk niet in. Uh, nou ja, er waren prachtige woordjes werden daar gedaan. En ook in het teken van vier het leven. Daarna naar de Begraafplaats. En daar waren dus weer meer kinderen van school erbij, want daar is uh, ja, dus de ruimte onbeperkt. Ja, het was gewoon, het was mooi. Ja. Het was indrukwekkend. En het was heel vermoeiend. Nou, Met Dat je... hakt er wel in. Ja. 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 Maar goed, de, de haarwens dat is uitgevoerd, dus dat, daar ja. gaat het om. Dat ge geeft op de een of andere manier ook wel weer voldoening. Ja. Hè, lijkt me. Ja. Ja. Er was vorige week natuurlijk alle zielen. Hebben jullie dan een kaartje ja. aangestoken? We hebben een, juf? Uh, we hebben een gedenkkastje. We hadden haar kantoor nog steeds als gedenkplek. Dus daar, daar lagen echt nou, honderden tekeningen en van alles lag daar. En het is ook dan weer heel praktisch. Hè, van dat kantoor moest eigenlijk ook weer in gebruik. Want die ruimte moeten we dan wel weer gebruiken. Maar we willen natuurlijk wel uh, een mooie plek voor Wilma. Maar ook dat heeft ook tijd nodig. Want dat hadden we vorig schooljaar al gezegd. Van die plek moet er komen. Um, en nu begint dit schooljaar van jongens, ga eens nadenken van waar zou dat kunnen? En je wil aan de ene kant dat het uh, mooi zichtbaar is. Je wil er niet in een hoekje wegmoffelen. En het is, zolang wij in dit gebouw zitten, zit al daarin. Het moet natuurlijk eigenlijk ook weer mee in dat nieuwe gebouw, ooit. Uh, nou ja, ja, en dat is dan zo'n natuurlijk proces wat ja, plaatsvindt. Dus mm -hmm. nu hebben we een heel mooi kastje met allemaal spulletjes van Wilma erin. Eind vorige week het kantoor gehaald. En dan ja, een nieuwe fase weer. Ja. En blijven checken, ook steeds. Dat doe ik dan bij het team en de team bij de kinderen van jongens. Uh, gaat het goed? Hebben we nog wat nodig? Want het is natuurlijk voor uh, ons allemaal een uh, gemis. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Uh, het huidige schooljaar is alweer even bezig. Hè? Ik bedoel, we hebben net de herfstvakantie ja. achter de rug. Uh, zijn jullie dit jaar goed begonnen? Ja. ja. Ja, eigenlijk wel. En aan de andere kant weer niet, want de nieuwbouw is natuurlijk weer vertraagd. Ja. Dus dat is wel. Uh, Jammer. En, dat is dubbel. Aan de ene kant is dat heel jammer. Hoe lang zijn jullie er al mee bezig? Ja, volgens mij al meer dan twaalf jaar. Jeetje, <laughs> minna. Ja. Ja, en het, het zijn steeds andere redenen waarom de vertraging op de lijn uh, komt. En hoe, hoe, wat is nu het idee wanneer... Uh... Ja, ik heb donderdag weer overleg. Okay. En dan komen er heel veel mensen bij en dan uh, horen we weer meer. Ja. 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 Nou, daar moet je wel geduld voor hebben. Ja. Dus dat, dat is ook wel een grote uitdaging uh, momenteel. Ja. Ja, dat is het zeker. En het is een beetje ook daar dubbel, want het is komt een nieuwe sporthal en een nieuw schoolgebouw. En wij hebben als MT, dat zijn alle uh, leiders van de scholen om ons heen, uh, hadden iets van: joh, doe dat nou in één. maak een mooi nieuw uh, gebouw waar ook die sporthal in zit. Integreer dat met elkaar. Dat is toen nooit gebeurd. Waarom? Geen idee. Maar dat gebeurde niet. Maar wij zitten echt, um, als het de plannen blijven zoals ze zijn, zijn wij echt aan het modderen met de ruimte voor het buitenspelen. Mm. En dan zegt de gemeente, het zijn genoeg vierkante meters. Ja, dat is waar. Maar nu hebben we allemaal eigen pleinen. Dus we kunnen nu gewoon tegelijk uh, naar buiten. Ja, dan als, moet je een heel schema hebben. Ja, en je begint niet om half negen met buitenspelen. Nee. En er zijn kinderen met bepaalde behoeften die niet tussen al onze kinderen in kunnen spelen. Want ze zitten niet voor niks op een speciaal onderwijs. Dus dat is... Dat, dat, aan de ene kant dat er nu vertraging op zit. En de reden waarom er nu vertraging zit is niet de verkeerde reden, denk ik. Want ze zijn dat plan aan het uh, heroverwegen. Maar het duurt wel lang. Ja. En op het moment dat het wordt nieuwbouw valt houdt onderhoud op. Hè? Dus het, uh, het schoolgebouw is erg oud waar jullie in zitten. We hebben weer lekkage, dat snap ik, je Oh ja, weer. Ik, nou, ik ben... het, het valt mee met de regenval toch tegenwoordig. <laughs> wordt het uh, momenteel kletteren ja, boven het, ons hoofd. Ja, het gaat weer helemaal los. Ja, ja. Ben jij een directeur die alle kinderen bij voornaam kent? Ja. Ja? Ja, vind ik heel belangrijk. En hoe noemen ze jou? Giovanna Marie. Giovanna Marie, ja. ja. Niet uh, directeurtje. Nou, nee. Nou, maar dat is wel één kleut die altijd zegt, jij bent de directeur, hè? Ja, dat ben ik, ja. Er was er eentje die zei, jij bent de bankdirecteur. Nee, ik <laughs> gewoon niet directeur. Ja, dat zou mooi zijn, ja. hè. Dan ben je over vijf jaar nog steeds hè, directeur op de Vogelwijd, denk je? Um, ja, dat, dat denk ik wel. Hey, ik zeg nooit nooit, want je weet nooit hoe het loopt, maar... Uh, Kijk, aan, het, mijn wens zou wel zijn om de nieuwbouw mee te maken. Mee te maken. Ja. Want je zei het begin uh, van de opname dat je eigenlijk altijd wel uh, studies hebt gedaan. Ja. En uh, ben je momenteel nog iets aan het studeren? Uh, nee, we gaan als, als directieteam van Sarkoen, gaan we Deep Democracy doen. Dus dat, dat doe ik nu daar. Oh, ik ga weer een coachesopleiding doen in januari. Jawel, ik ga wel ja. weer iets doen. Je blijft lekker bezig. Ja. Nou, we gaan hem afronden, Annemarie. Ik uh, vond het hartstikke leuk dat je er was. En uh, ik wens je heel veel succes met de Vogelwijn. Ja, en ik hoop uh, spoedig uh, dat er wat schot komt in de ja, nieuwbouw. Ja, dat, dat hopen wij ook. Dank je wel. Dit was de podcast voor de klas. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering.